De opvang Woodstock moet eigenlijk verhuizen binnenkort. Het contract voor dit pand loopt af. Maar buurtbewoners willen niet dat de opvang verdwijnt. In het begin waren we wel huiverig natuurlijk. Ja, je denkt, ja, daklozen, dat is wat daar aan toe, maar ook dan dat er nog bij. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is heel erg meegevallen, gewoon positief. Nou ja, we hebben totaal geen last van die mensen. En die mensen doen nog nuttig werk ook. Ze ruimen de boel een beetje netjes op. En we hebben iedere week hebben ze twee keer in de week een leuke avond, dineravonden. Dus ja, we hebben helemaal geen last van die mensen en we willen graag dat het blijft gewoon. Eigenlijk zijn het gewoon hele fijne buren geworden. Jawel, absoluut. Nee, ik had ze niet beter kunnen treffen. De organisatie van de drugsopvang is verrast door de steun van de buren. Toen ik het voor het eerst hoorde, kreeg ik er zelfs een brok van in mijn keel. Want bedoel, je hoort alleen maar dat ze mensen willen dat die programma's weggaan en uit de buurt weer verdwijnen. En als je dan hoort dat er een handtekeningactie opgezet wordt om je te behouden. Ja, ik ben een emotionele man en ik moest daar wel even verslikken. Je maakt dat niet vaak mee, want meestal als dit soort projecten worden opgezet, dan staan ze al voor de deur de barricades neer te gooien, weet je wel, met spandoeken en zo. En in ieder geval een heel leuk trammeland maken ze. Nu zijn er ineens mensen die willen dat ze blijven. Dus de jongens zijn wat dat betreft wel trots op hunzelf. De gemeente laat weten dat Woodstock tijdelijk in het pand zou zitten. Maar nu de buurtbewoners zo positief zijn, wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om de opvang te laten blijven. Nog dit jaar wordt een beslissing genomen.